Goedemorgen! Wij zitten verkeerd om. Nee, ik ben heel blij dat ik zo zit, want dit is eindelijk een beetje mijn goede kantje. Kijk, ik heb natuurlijk altijd hele goede kanten, maar dit is echt mijn betere kant. Dus we hebben eigenlijk een Engelse auto nodig, of niet? Wij hebben een Engelse auto nodig. En we gaan de honden op de barbecue doen. Wat vind je daarvan? Elvis! Elvis! God, heb jij een overwicht op die honden eigenlijk, hè? Die honden... Dat luisteren goed nee, naar. Ze luisteren nooit naar mij, maar dat maakt niet uit. Elvis! Kom bij papa. Zie je? Meteen stil. Seriously? Nee, maar ik vind gewoon eigenlijk dat we het altijd zo moeten doen. Dus of ik ga altijd achter het stuur. Slecht idee. Wat heb je gedaan deze week? Wat ik heb gedaan? Je zou het niet willen geloven, maar ik ben weer naar een soort baby-event gegaan. Waar de verschillende babyproducten werden geïntroduceerd en uitgelegd. Wat heel erg leuk was van kinderwagens, kinderstoeltjes, buggies, autostoeltjes, baksicoties, wippertjes. Noem maar op. Puntje bepaaltje. Het is nog verwarrender. Heel goed. We gaan een tour door Amsterdam doen. En we gaan even kijken hoe alle wandelwagens lopen. Hoe loopt het? Heerlijk. Dus naar beneden doe dat doen, nog eens een keer en dan in beweging. Pak je, en dan pak je hem hier mee. Kijk, dan is je kleiner. Nee, ik heb het nog niet helemaal gezien. Nee, nog één keer. We moeten het even drie keer zien om het één keer goed te kunnen zien. Dan doen we weer terug. Blijf staan, Hans. Ja. Ja, dus de duo. Lang aan de rekken? Ja, duwen trekken. Ja, de duwen langer maken. Het ging net wat makkelijker, Hans. Ja. Ja, duwen langer maken. Ja. Zo. Makkelijk is op de rem. Maar vond toch wat hij beter deed, hoor. Ja. En dan leg je hem in de auto, dan kun je zien. Kijk, als je een paraplu-wagen hebt, je had een paraplu-wagen, hè? Ja, ja. Oké. Okay. Ben je wat wijzer geworden of niet? Ja, dat het nog verwarrender is. Dat er gewoon zoveel keuze is. En dat de ene kinderwagen de andere kinderwagen niet is. Ik wil eigenlijk vertellen over mijn gadget die ik gevonden heb. Want ik had in L.A. had ik een te gek kinderstoeltje gezien. Ja, toen ik nog met mijn hoofd in de... Maar die konden we niet meenemen, want dat is gewoon te groot om met alle bagage... Ik dacht van, die zien we nooit weer. En nee. Wat denk je? Jij hebt hem gevonden. Ik heb hem gevonden. Maar misschien zullen we het even laten zien. Anders. Ik wil grappig. Wij laten het even zien. Wij zijn heel blij. Kijk. Let op, hè. Ik let op, schat. Waar zijn mijn geluidjes eigenlijk? Oh, hier zijn mijn geluidjes. Hij weet ook fantastisch hoe de app werkt. Oh. Wat is dit? We zijn op het strand. Hey. Oh, nee, dan wordt een kind echt zeeziek. Dat kan niet. Bobby, nog een keertje. Zijn we er klaar voor? Ik vind eigenlijk dat ze dit ook voor volwassenen moeten maken. Dus ik had eigenlijk gedacht, totdat de baby er is, dat ik dan gewoon zo met mijn hoofd zo. Lieve schat. Je bent zegt lieve schat. Je zit in de... Niet op alle gijs. 26 week. We zijn in de 26e week. Ja, wat lees ik? Zwangere Bobby vreest bevalling. En? Vrees je de bevalling nog steeds zelf? Nee, het wordt echt minder. Het wordt echt minder. Nee, het wordt echt minder. In het begin was ik heel erg bang. Maar het wordt minder. Maar ik, nogmaals, ik ben niet echt bang voor de pijn. Kijk, ik weet dat het pijn gaat doen. Dus... Maar ik ben gewoon bang dat er toch misschien wat misgaat bij die bevalling. Ik hoor gewoon heel veel horrorverhalen en dat wil ik gewoon niet horen. En die heb ik al een paar weken niet gehoord. En ik denk gewoon maar zo. Ik geef me daaraan over. Hoe is het met Buikie? Met Buikie? Ja. Nou, het Buikie die is echt... Ik wil hem zien. Nee, dat is prima zo. Dat is goed toch? Ja, want die Buikie die bewaren we. Want je hebt binnenkort een hele leuke shoot. Hele leuke shoot. We gaan nog niet verklappen waar dat gaat doen. En ik vind de buik ook een beetje, omdat mijn navel nu een beetje raar is. Dat begint maar als ik nu zo naar die buik kijk, hè, dan wordt het denk ik wel tijd dat we aan die kinderkamer gaan beginnen. Dat is niet heel fijn. Nee, dat klopt. En ik wil dadelijk inderdaad ook niet, als een aangesporen walvis, zo dan de babykamer doen. Dat kan gewoon niet. Nee, dus we moeten de babykamer dan gaan. Ja, want als ik groei net zo hard als dat ik nu groei, bereiden jullie dan maar voor. Nou, mooi. Ja, dan rol ik dadelijk uit bed. Ik denk dat we het hebben voor deze week. Dat denk ik ook. Doe jij het maar weer eens een keer. Ja, ik doe het gewoon één keer heel snel. Oké. Einde bericht, mensen.